Welkom bij het pluimveejournaal. Vandaag staat de uitzending volledig in het teken van nieuwe ontwikkelingen in de pluimveesector. Agnovation Center Holland en Dutch Poultry Center reiken voor de tweede keer de prestigieuze Kip van Columbus Award uit. Vorig jaar ging de prijs naar de Quality Time stal, waarin op ingenieuze wijze hanen en hennen gedurende een deel van de dag van elkaar worden gescheiden. Wanneer ze weer bij elkaar komen is het Quality Time en daardoor is het bevruchtingspercentage van de eieren met ongeveer 2% gestegen. Dit keer zijn drie ontwikkelingen genomineerd, waaronder de Kop Direct Verdover van Thiel Engineering. De ontwikkeling is het gevolg geworden van een rapport wat door het Animal Science Group is gepubliceerd vorig jaar in 2009, begin 2009. Het was vrij vernietigend voor de huidige waterbadverdovers, waaruit is gebleken dat de dieren niet conform de regelgeving werden verdoofd. De huidige gebruikte systemen gaan ervan uit dat een x-aantal dieren verdoofd gaan worden, en massa. Daar kan het voorkomen dat niet ieder dier de juiste verdoving krijgt wat het nodig heeft en daardoor gedood gaat worden zonder überhaupt verdoofd te zijn. Ik heb erover na zitten denken, hoe kan ik voorkomen dat niet alleen het dier correct verdoven, maar ook voorkomen van het kwaliteitsbeschadiging, want dat is voor de industrie heel belangrijk. Heb ik gedacht om alleen op de kop te gaan richten zonder dat de stroom door het lichaam loopt, waardoor je dus risico heeft dat er een aantal aderen kapot springen of vleugelbreuken voordoen. De oplossing die ik heb, dat wij dus per dier direct meten en ook zeker weten dat het dier correct verdoofd wordt, omdat wij de weerstand bepalen aan ieder dier individueel. Nou, u ziet de kip aankomen aan de slaglijn. Het is een kunstkip, omdat wij vanuit overheidsinstanties niet met levende dieren mogen testen. De kip hangt tegen de borstplaat aan, waardoor het contact met de borst blijft behouden. Daardoor blijft het dier opmerkelijk rustig. U ziet hier een konus die zo straks omhoog komt. Dit is de voorloper van dezelfde konus. Daar zijn diverse sneden in gemaakt, gehamerd totdat we het juiste model hebben ontworpen. Je ziet de konus omhoog komen die het contact met de borst overneemt. Op dit moment sluiten de elektroden zich, waardoor er een meetmoment plaatsvindt, waardoor we exact meten hoeveel weerstand ieder dier heeft. En daar, aan die gegevens worden de stroomtoediening geplaatst. We waren al snel tot de conclusie gekomen dat de software die wij zochten niet beschikbaar was. Wij hebben daar een aantal ingenieurs op gezet. Die zijn 6 maanden bezig geweest om de software zodanig te ontwikkelen dat het toegepast kon worden op deze machine. Waardoor we individueel exact de juiste parameters konden verzamelen. Toevallige bijkomstigheid dat wij benaderd zijn door een aantal halalslachterijen. Die zeggen van dit zou een ideaal systeem zijn voor halal. Waarschijnlijk ook de enige verdover die de toestemming zal krijgen als halal verdover, omdat wij in staat zijn de dieren eerst te positioneren, licht aan te snijden, hoofdverdoving geven, daarna de hoofdaansnijding, waardoor het correct verdoofd gaat worden en een minimale productbeschadiging en ook voor het dier zo min mogelijk pijn. De enige in de wereld? De enige in de wereld. De tweede genomineerde is Noblesse Proteins in het Drentse Wijster. Nog zo nieuw dat de schop nog de grond in moet voor de bouw van de fabriek. Wij zijn van plan om hier in Wijster een fabriek neer te zetten waarin slachtbijproducten uit de pluimveesector verwerkt worden tot hoogwaardige proteïnerijke producten. Alles is te verwerken. Wij spreken naast de veren en het bloed spreken we ook over de zachte afvallen, zoals men het noemt. Waarbij je eigenlijk kunt zeggen dat de laatste 30%, wat in feite bijproducten zijn, 70% van het levend gewicht is humaan en wordt als eindproduct verkocht. Deze 30% kan in totaliteit verwerkt worden. Waar wij ons bevinden is het Energie Transition Park in Wijster, vlakbij de vuilverbranding van Atero, hier op de achtergrond, die het Nederlands huisvuil hier verwerkt en waarbij het verbranden veel stoom vrijkomt. Dat nemen wij af als energie voor ons productieproces
En dat betekent 70% van onze energie op deze duurzame wijze wordt ingenomen. Dat betekent uiteindelijk dat het ene bedrijf niet zonder het andere kan. En dat het eigenlijk een schakel van bedrijven wordt op dit terrein. Die allemaal op enige wijze betrokken zijn bij de duurzaamheid van energie. Hier zijn een zestal slachterijen bij betrokken die normaliter elkaar niet vinden op deze vorm van verwerking. In de duurzaamheid is het een initiatief die denk ik heel goed aansluit bij het duurzaam ondernemen wat we toch allemaal in Nederland zo sterk onderschrijven. Wij zullen zeker met nieuwe producten op de markt komen. We staan natuurlijk nu nog aan het begin van het hele proces. Er lopen contacten met hogescholen en universiteiten om wegen te zoeken om onze eindproducten nog breder toepasbaar te maken in totaalproducten. We zijn met meerdere personen betrokken bij dit project, met name ook personen die de expertise hebben in de pluimveesector en de techniek en dergelijke. En let wel, hier gaat het gebeuren. Geur- en stofemissie zijn in de pluimveesector al jarenlang een bron van zorg. KWB Kunststof Werktuigbouw in Bokstel heeft een systeem ontwikkeld dat die emissie sterk terugdringt. Ons bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling en met de levering van biologische luchtwassers voor de intensieve veehouderij. En wij hebben voor de pluimvee, na lang onderzoek en ontwikkeling en beproeving, hebben wij een installatie ontwikkeld die geïntegreerd kan worden in de stal. De problemen in de pluimveesector zijn stofproblemen. En de problemen in de pluimvee is dat men kan geen spuiwater kwijt. Dus je moet een spuiwatervrij systeem hebben. Anders komen er een hoop kosten bij voor opslag van spuiwater, wat bij chemische wassers ook moet gebeuren. En brengt veel kosten en overlast met zich mee. De lucht komt links binnen vanuit de pluimveestal. Komt vervolgens in een ruimte waar het even tot rust kan komen. Komt vervolgens bij de ontstoffing. Dat gebeurt nat. De grove delen worden via zeefinstallatie uitgedaald. De natte delen, de kleine stofdelen blijven in het water achter. Die verzamelen zich hieronder in een bassin. Vervolgens komt de lucht in de biologische sectie. Dat is in twee trappen wordt daar de geur en de overige ammoniak wordt verwijderd. En de lucht verlaat verticaal weer de wasser. Het systeem is voor patent voorgedragen en dat ziet er goed uit. De belangrijkste kenmerk van het patent is de ontstoffing. En het feit dat de stof apart gescheiden wordt gehouden van het water wat gebruikt wordt voor de biosectie. En die stof die wordt verzameld, blijft ook opgeslagen en vergaat in de loop van de tijd. Met andere woorden, er is geen afvoer. Die luchtwasser is zo bijzonder vanwege het feit dat hij bijna geen onderhoud vraagt. Geen last heeft van verstoppingsproblemen, geen spuiwater produceert en een laag energieverbruik heeft. En voor de omgeving geen geuroverlast, geen stofoverlast. En de ammoniak wordt ook verwijderd uit de stallucht. Het systeem werkt doordat de lucht, als die van zijn stof ontdaan is, dat die vervolgens in een sectie terechtkomt waar bacterieculturen wonen. En die bacterieculturen die verwijderen ammoniak en geur. Het is volledig biologisch. Het verschil met chemisch is dat wij totaal geen zwavelzuur gebruiken. En daardoor milieuvriendelijk zijn, ook geen veiligheidsrisico's lopen en lage exploitatiekosten hebben. Het is altijd te duur voor de pluimveehouder, omdat het geen geld oplevert, maar het is een must. Maar in geld uitgedrukt is het een zeer betaalbaar systeem, laat ik daar maar even op houden. Voor de pluimveehouder zijn uiteraard de voordelen dat hij op één locatie meer dieren mag houden en zijn bedrijf in de toekomst kan uitbreiden.
We kijken tegen de stal waar de ventilatoren de lucht straks in de wassen blazen. Dit gebouw wordt straks dichtgebouwd. En in het gebouw zitten de stofpakketten en de biopakketten zoals wij die ook bij ons in alle installaties bouwen. Dit is een traditioneel gebouwde stal, maar het bijzondere is dat de luchtwasinstallatie geïntegreerd is. En dat is nieuw in Nederland. Vanmiddag maakt de jury bekend wie van deze genomineerden uiteindelijk de Kip van Columbus Award 2010 krijgt uitgereikt. Meer daarover in ons volgende journaal. Ik wens u een prettige middag en voor straks eet smakelijk. De Kip van Columbus Award is mede mogelijk gemaakt door Agnovation Center Holland, Dutch Poultry Center en Stichting Fonds voor Pluimveebelangen.